Regelmatig organiseert de cluster Tabor inspirerende avonden met sprekers rondom het thema geloof en verdieping. Op 12 april was gouverneur Theo Bovens de gast in Heidhuizen. We hebben het vanavond over geloof en verdieping gehad. Denkt u dat geloof meer te maken heeft met het vroeger de verbinding met de godsdienst en verdieping iets is wat er tegenwoordig veel meer speelt bij de mensen? Nou, ik denk zelf dat de verdieping in, want mensen op dit moment zijn echt heel spiritueel. Mensen zijn echt wel bezig met vragen over waarom zijn we op aarde, waar gaan we naartoe enzovoort. Maar dat de verbinding nu op dit moment echt gelegd wordt met wat je voor je naaste kunt betekenen. Gewoon rechtstreeks in je eigen dorpgemeenschap, in je eigen vereniging, in je eigen gezin, in je eigen familie. En dat krijgt veel meer nadruk. Ook dat komt ook een beetje door de paus die dat roept. Dus je roept gewoon op tot solidariteit, barmhartigheid. Dat zijn allemaal dingen die je naar je medemens doet. En dat komt nou steeds meer naar voren toe. Ik wil niet zeggen dat mensen niet meer een relatie hebben met zoals ik dat noem, even slavernier of dergelijke. Maar het barmhartige, het solidaire, dat krijgt weer meer aandacht. Nou leven we nu toch in wat roerige tijden. Hè? De aanslagen komen steeds dichterbij. Zou dat ook voor de mensen tot meer verdieping leiden? Ja, ik denk dat mensen wel onzekerder worden. En als je onzeker bent, dan ga je zoeken naar houvast. En dat leidt zeker tot verdieping ook. Zeker mensen die gelovig zijn of bij een kerk en dergelijke horen, zullen ook proberen in die kerk en dat geloof steun of troost te vinden. Onzekerheid is altijd iets wat nogmaals dingen teweeg brengt in de richting van het zoeken naar houvast. Ja, en we hebben in deze tijd heel veel zien. We zien de aanslagen aan de ene kant. We zien ook de economische situatie die niet voor iedereen rooskleurig is, niet iedereen kan meedoen. De ontwikkelingen in de zorg, de vluchtelingenproblematiek. Ja, mensen, dat komt heel dicht allemaal bij, via media, via de krant, via de televisie. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen dat als een keer gaan nadenken, ja, maar jongens, waar moet dat allemaal naartoe? Vroeger kon de kerk daar een vrij grote rol in spelen, maar de tijden zijn veranderd, zoals u aangeeft. Waar gaat dat eigenlijk nu naartoe als we het hebben over de functie die vroeger de kerk had? Wie gaat dat overnemen? Dat is een hele goede vraag die u stelt. Want wie gaat het overnemen? Wie gaat al die taken die er eigenlijk in de samenleving moeten plaatsvinden? Als de kerk dat niet aanstuurt, kunnen de mensen dat dan vanzelf doen? Ik denk dat de kerk, die wordt steeds kleiner. Met name de klerus, de priesteraantallen die dalen. En ja, die waren vroeger altijd degene die de kerk in beweging brachten. Dat betekent dat nu veel meer gevraagd wordt van mensen om zelf in beweging te komen. Om zelf actief te worden. Om zelf de handen uit de mouwen te steken. En dat is de organisatorische opgave die de katholieke kerk heeft, maar dat hebben de protestanten eigenlijk net zo en dat hebben eigenlijk de joden ook zo, om te zorgen dat het veel meer van mensen zelf uitgaat, die verbinding, en dat sommige zaken ook gewoon moeten gebeuren, ook als er eens een keer geen pastoor is of geen priester in de buurt is. En we gaan ervan uit dat het wel gaat lukken. We hebben het ook gehad over de kerk die loopt steeds meer leeg. De kerk die raakt niet meer vol. Hè? U heeft het gehad over diaconie. Kunt u dat een beetje toelichten? Ja, ik denk dat de liturgische kerk, dus zeg maar de vieringen en dergelijke, ja, dat zullen natuurlijk altijd wel zijn, maar op dit moment trekt die minder. In ieder geval niet meer in de vormen zoals we ze hadden. Er zijn ook wel kerken overigens te vinden, ook in dit bisdom, waar die gewoon vol zitten en waar heel veel energie en dergelijke in zit. Maar de diaconale kant, het zorgen voor elkaar, zorgen voor mensen, de barmhartigheid uitstralen, solidariteit, zieken bezoeken, mensen die in de schulden zitten, als schuldenhulpmaatje helpen, daklozen opvangen en dergelijke. Ja, dat zijn allemaal dingen die eigenlijk in de boodschap van de kerk zitten. En ik heb gezegd, ja, die diaconie zou als de redding van de kerk kunnen zijn. Want daar zit zoveel energie in die basisgroepen die we overal, ook in deze gemeente Leuden al, tegenkomen. Ik denk dat dat op zichzelf weer een hele motiverende beweging op gang brengt. En dat is anders dan vroeger. Ik bedoel, dat is niet vanuit alleen nog maar de liturgische viering op de zondag. En dan gaan we daarna wat doen. Nee, het is hands-on, handen uit de mouwen, dag in dag uit. Maar ik ben een optimistisch mens al en ik denk dat we dat ook wel gaan redden. De oorlog die we in feite in het Midden-Oosten hebben met de IS, die heeft heel veel vluchtelingen naar Europa gebracht, ook dus naar Nederland. Zal dat voor ons ook een nieuwe taak geven als we kijken naar geloof en verdieping?
Ja, ik denk dat de vluchtelingen die hier naartoe komen, die moeten worden opgevangen. En dat is al gewoon een van de oer-christelijke taken die je als mens gewoon hebt. Of dat gaat leiden tot een hernieuwde beweging in de kerk, in de zin van of daar nou meer gelovigen uitkomen. Het is natuurlijk niet zo dat de kerk in eerste instantie vluchtelingen opvangt om zieltjes te winnen of anderszins. Maar de activiteit, het opvangen van mensen, dat is wel iets wat bij die kerk hoort. En ik kan mij voorstellen dat ook een parochiecluster hier in Leudal, met Baaksem in de gemeenschap zelf, probeert om die contacten met die vluchtelingengezinnen zelf te maken. En op die manier verbindingen tussen mensen tot stand te brengen. Nou, dan kun je het katholieker hebben, zou ik zeggen. En het is niet alleen de kerk, maar het is ook vooral de maatschappij. Daar hoort de kerk natuurlijk ook een beetje bij. Want we zullen het samen moeten gaan doen. We zullen het samen moeten gaan doen. En nogmaals, het maakt mij nog niet zo heel veel uit of het inderdaad de kerk is die een vluchteling opvangt. Of het is een vereniging, of het zijn mensen zelf die dat als particulieren doen. Ik denk wel zelf dat het enorm inspirerend kan zijn, ook voor anderen, als het gebeurt. En ja, ik ken Leudal alleen maar als een gemeente waar heel veel activiteit plaatsvindt. Een heel groot verenigingsleven. Het zou mijn liefding waard zijn als dat verenigingsleven ook wordt uitgebreid en gesteund door bijvoorbeeld vluchtelingen. Ik heb net gezegd, geef iedere vluchteling in gezin in Baaksem maar zijn trompet, laat ze trompet leren. En ik denk, de 50 beste kunnen zo bij al die harmonie en fanfares terecht. Nou, dat is een mooi einde. Dank u wel.